Mijn naam is DutchTuber en ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik een kaart span om daarmee in het hoofd van de puppy te kunnen komen. En de like challenge, waarvan ik nu al weet dat ik sneller ben dan jou, begint nu. Oh jongens, er is zelfs een gouden kaart. Jongens, there we go. There we go. Ik moet 300 Robux betalen voor de gouden kaart. En het erge is dus dat ze hem wel neerzetten, maar dat je hem dus pas kunt starten op het moment dat je ervoor betaalt. Oh gosh, guys. Stel voor, deze achtbaan zou echt bestaan. Gewoon een achtbaan gebaseerd op een mega puppyhoofd. Zou jij er dan in durven zitten? Ja of nee? Laat het me hier beneden in de comments weten. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, nu we toch een soort van dieren achtbaan hebben gezien. Wat voor soort achtbaan zou jij maken als het een achtbaan zou moeten zijn gebaseerd op jouw favoriete dier en of huisdier? Laat het in de comments weten. Wat mij persoonlijk wel awesome zou lijken, is een haaienachtbaan. Een achtbaan die gedeeltelijk onder water gaat. Ja, natuurlijk wel met een soort van glas eromheen. Dat je dus niet letterlijk helemaal nat wordt en amper kunt ademen. Maar gewoon een soort van achtbaan die door een koraalrif heen gaat. Met allemaal van die mooie vissen en zo. Dat lijkt me echt super episch. Oh, het is altijd zo naar als je in Roblox naar voren wordt geduwd. Je wordt gewoon letterlijk geforceerd om op te schieten. Oh, wat ik trouwens laatst ook weer voorbij zag komen op YouTube, jongens. En ik vind dat altijd zo leuk om te kijken. Dat zijn mensen die dan een minuut gratis mogen winkelen. In een bepaald soort winkel, weet je wel. Dus sommige mensen die mogen een minuut gratis boodschappen doen. Andere mensen Escape the Slime. Oh, Jeyun! Slime! Nee, maar dat zijn dan mensen die een minuut in een bepaald soort winkel de permissie krijgen om gratis te winkelen. Dus iemand in een elektronica winkel die dan bijvoorbeeld allemaal hele dure computers en laptops en dat soort dingen pakt. Of iemand in een supermarkt die gelijk naar het toiletpapier en de shampoos en alle andere duurdere artikelen gaat. Mijn vraag aan jullie is, waar... Are you serious? We zitten in het lichaam van een slime! Oké, mijn vraag aan jullie is, als jij een minuut gratis zou mogen winkelen op elke plek die je je maar kunt voorstellen, voor welke plek zou jij dan kiezen? Laat het mij hier beneden in de comments weten. Een minuut gratis winkelen in de Roblox catalogus. Oh, dat zou zo awesome zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet eens wat ik als eerste zou kopen. Waarschijnlijk zou ik de catalogus gewoon instellen op duurste items eerst. Waardoor ik alle dure items gelijk in mijn winkelwagentje kan gooien. Jongens, luister, waarom is dit zo moeilijk? Echt heel erg raar om dit te spelen, want alles gaat een soort van scheef. En daarna gaat het weer recht. Net als mijn leven. Ik bedoel, het is gewoon een beetje lastig. En wat misschien ook wel heel erg leuk is om een keer te doen, is om gewoon een soort van Roblox verjaardagsfeestje te houden. Voor de mensen die zich afvragen hoe ik... Oh gosh, oké, ik ben uit de slime. Maar voor een aantal seconden dacht ik dat ik het niet ging overleven. Ik ging echt alle kanten op. Voor de mensen die zich afvragen hoe ik daarbij kom, een Roblox verjaardagsfeestje, is omdat ik namelijk een Roblox verjaardagshoed zag staan in de shop vandaag. En het enige wat ik bij mezelf kon denken is, wat nou als Roblox bijvoorbeeld weer een jaartje ouder is en er wordt gewoon een mega Roblox game gecreëerd ter ere aan Roblox, waar iedereen een aantal gratis items mag uitzoeken. Dat zou zo awesome zijn, jongens. Dat zou toch leuk zijn? Ik bedoel, Roblox is een game, dus we kunnen Roblox moeilijk cadeautjes geven. Kunnen natuurlijk met ons allen wel gewoon Robux gaan uitgeven, maar dat is ook een beetje zonde. Maar het zou wel leuk zijn als Roblox bij de zoveeljarige bestaan gewoon gratis items zou uitdelen aan de spelers die op dat moment actief zijn. Oh gosh, guys. En deze hobby is echt huge. Het valt mij nu pas op dat ik zoveel verschillende soorten dingen meemaak. Wie kan er nou zeggen dat hij SpongeBob heeft ontmoet, door een mega hondenhoofd is heen gegaan in een achtbaankarretje en vervolgens moest ontsnappen uit het lichaam van een slime. En dat allemaal in minder dan 5 minuten. Ik kan me nog wel herinneren dat ik dat een keer meemaakte
op de middelbare school. Dat dan zeg maar, dan was je in een kringetje, of niet echt per se in een kringetje. Maar het moment was daar dat iedereen een stukje mocht vertellen over wat hij of zij in het weekend had gedaan. En ik dacht bij mezelf, wat nou als ik... Kijk, meestal als jij gaat zeggen van ik heb gegamed, ik heb een videospel gespeeld en je gaat daarna vertellen wat je precies hebt gedaan, dan vinden mensen dat al een stukje minder interessant. Want ja, ze weten dat het in een videospel was, dus dan is het niet zo apart, want iedereen kan het. Dus ik besloot een keer op de middelbare school om te vertellen dat ik in het weekend gevochten had met een megaspin, terwijl er een skelet met een boog achter mij aan zat. En ik op dat moment 3 diamanten met mij meedroeg, terwijl ik moest proberen om niet gezien te worden door een enge man met lichtgevende ogen. De enge man met lichtgevende ogen, dat was Herobrine. De spin was een spider in Minecraft en hetzelfde geldt voor de skeleton. En dat vertelde ik pas achteraf, right? Dus in eerste instantie was ik gewoon aan het vertellen hoe ik achterna werd gezeten door spinnen, skeletten en diamanten met me meedroeg en niet gezien mocht worden door een enge man zonder pupillen. En ik had het gewoon letterlijk over Minecraft. En dat vertelde ik later pas. En het was zo mooi om te zien hoe aandachtig iedereen aan het luisteren was naar mijn verhaal. Omdat ze natuurlijk niet wisten dat het in een spel was. En dat is gewoon mijn nieuwe vibe. Als mijn oma mij vanaf nu vraagt, hey Job, wat heb je dit weekend gedaan? En ik weet dat ik bijvoorbeeld zoals nu een hobby speel. Dan zeg ik, oma, ik ben dit weekend wezen parkouren in de ruimte. En ik moest dat doen over Lego steentjes. Terwijl ik een meloenhanenkam had. En dan ga je echt een gezicht zien van mijn oma wat er ongeveer zo uitziet. Wat heb je gedaan? Dus hey, dat is een goede tip. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel zeggen dat het in een spel was. Voordat mensen denken dat jij in je vrije tijd tegen mega spinnen vecht of parcours aflegt in de ruimte. Is namelijk ook niet heel erg veilig. Maar het is wel leuk om te zien hoe mensen erop kunnen reageren. Dames en heren, ik denk... Oh, er is daar een mega V-Buck! Check dan! Er staat nog zo glowing arrow boven. Oh gosh guys, this is gonna be amazing. Dit is wel minder amazing. Stel voor, dit zou in real life bestaan. Gewoon zeg maar wegen. Gewoon letterlijk in het open. Niet per se in het openbaar vervoer. Maar gewoon plekken waar je links, rechts of midden kunt lopen. En als je de verkeerde afslag neemt, dan moet je weer helemaal terug bij af beginnen. Dan zou het heel lang duren om op school te kunnen komen, jongens. Oh, wat doe ik nou? Ik heb net de juiste keuze gemaakt. En ik maak hem nu gewoon weer fout. Het was rechts, right? Ja, nee. Are you serious right now? Dit is de reden waarom je soms heel erg gefocust moet zijn in games. Sommige mensen die zeggen dat dat niet zo is, maar geloof me, het is wel zo. Oh, nice. I love it. Het is zo fijn om met iemand mee te kunnen kijken. De Game Boy! Oh, dit was een van mijn allereerste spelcomputers. En het is ook grappig om te zien hoe dat soort computertjes destijds best wel grote discs hadden die je erin moest stoppen. En hoe die uiteindelijk dan steeds kleiner werden. En op een gegeven moment had je dan de Nintendo DS. En dan had je een R4 kaartje voor. Ik heb die zelf geloof ik niet gehad. Ik weet het niet meer zeker. Maar dat was dan een kaartje waar je games op kon laten zetten. En als je dan weet dat een normaal spel voor de Game Boy van een paar jaar terug zo was. En zo'n R4 kaartje was echt zo. En dan konden 100 keer meer spelletjes op. Dat is echt bizar. Dat is gewoon echt insane. Het zou me niks verbazen als er op een dag gewoon SD-kaartjes gaan bestaan. Ter grootte van een zandkorrel, bij wijze van spreken. Die gewoon 100 gigabyte met zich meedragen. Ik denk echt dat we die kant op gaan. Jongens. Dat is de allergrootste pizza die ik ooit heb gezien. Kijk hoe huge die is, man. Oké, luister. Als er zo'n grote pizza zou bestaan, dan zou je er eigenlijk gewoon een stad op kunnen bouwen. En dan zou je het Pizza Town kunnen noemen. En dan zou er altijd genoeg eten zijn. Want als je honger hebt, dan buk je gewoon. En dan neem je een hap van de grond. Dan raad ik wel aan om alleen maar schone slippers of sandalen te dragen. Want anders is het niet meer veilig om van de grond te eten. Oh, dat is ook zo interessant. Hè? Die zogeheten 3-seconden regel. Dus als je dan iets op de grond laat vallen, dat je dan zegt van... ja, 3-seconden regel. Nee. Het bestaat niet. Of tenminste, dat is wat ik heb gehoord en heb gelezen. Er was ooit iemand bij mij op de middelbare school in klas 1. En die gaf voorlichting over hygiëne. En hoe belangrijk het is dat je... gewoon de normale hygiëneregels. Douchen. Dat het heel vies kan zijn om bijvoorbeeld in een bus bepaalde dingen aan te raken. En daarna iets te gaan eten. Gewoon dat soort dingen. En op een gegeven moment was er iemand die vroeg aan haar, want het was een vrouw. Van hoe zit het nou eigenlijk dat als ik bijvoorbeeld nu een hap neem van mijn broodje. En ik laat hem helaas vallen op de grond, maar ik pak hem binnen een seconde weer op. Kan ik het broodje dan nog eten? Of zijn er dan bacteriën en zo opgekomen? Nou, die vrouw die legde dus uit. Je kunt het op zich gewoon nog eten. Het is niet zo dat als je iets op een redelijk schone vloer laat vallen, dat als je het dan eet, dat je verandert in een zombie die alle Robux ter wereld wilt opeten. Dat kan niet. Of tenminste, het kan wel, maar niet in het echte leven. Maar het is ook niet zo dat de bacteriën, waar mensen dan in geloven, dat die pas binnen 3 seconden...
op het eten zitten. Zo werkt het niet. Wanneer iets de grond aanraakt, dan is het gewoon gebeurd. Dus dat is misschien een wijze les. Dat als jij ooit per ongeluk jouw broodje laat vallen in een pot met meloenpoepjes van Meloenman, dat je dan niet eerst 3 seconden moet wachten, dat heeft al geen zin meer. Oh nee jongens, is dit multiple choice? Wat is dit? Waarom kon ik door sommigen heen lopen en moest ik over anderen erover... I don't know guys, I seriously don't know. Het enige wat ik weet is dat ik gewoon bij stage 113 ben. En dat ik letterlijk de obby nog niet eens heb afgerond. Dus het zou nog best wel eens zo kunnen zijn dat ik er nog een aflevering van opneem. Like deze video als jullie dat een leuk idee zouden vinden. Vergeet niet geheel gratis op mijn YouTube kanaal te abonneren. En laat mij dus in de comments weten. Want ik had het net over een pizza waar je dan een stad op zou kunnen bouwen. Als die zo groot zou zijn als in Roblox hier net. Dus deze daar zo. Oh wow! Er zit een gezicht in de pizzadoos. Waarom zag ik dat niet? Ik had het allemaal niet gezien. Maar dat is misschien wel leuk om de video af te sluiten. Als er nou een voedselproduct zou bestaan die inderdaad zo groot is als die pizza daar, dat je er gewoon een stad op kunt bouwen. Voor wat voor soort voedsel zou jij dan kiezen? Laat het mij hier beneden weten in de comments. Zou jij kiezen voor een megatompoes waar dan een stad gemaakt op kan worden? Gemaakt. Genaamd Tompoes City. Ja, is dat een goed idee? Ik denk het niet. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.